Zo jongens, nou, dus zover. South Park Festival 2014 met nog droog weer en we houden het natuurlijk ook droog bedoeling. Ja, we staan dus met nog backstage. Straks gaan we ons met camera en microfoon en met van alles gaan we wonen tussen de mensen en gaan kijken wat jullie allemaal kunnen, vooral wat jullie durven. Voor de camera, rette dingen met de DJ, alles is wat je mogelijk kogelen, springtouwen. Heb je nog iets? Springtouwen, kogelen, jongleren? Zingen. Ik versta je niet. Zingen. Zingen, dat zei ik toch al. Zingen. Dank. Ja, nou, dus wat jullie ook maar willen en durven, vooral, mooi dit doen voor de camera. Gaan mooie opnames maken en ja. Wie weet dat jullie binnenkort live bij ons in de studio op zaterdag. Het is zaterdag van 7 tot 9. Als het weer is onze show. Is mijn S-H-S-Z. Wat gaan we nog doen? Ja, gaan we live streamen? Ja, als het enigszins kan, gaan we proberen dat we live streamen vanmiddag. Zo niet, dan gaan we echt wel een mooi filmpje van maken. Dus het komt helemaal goed. Nou, we hopen in elk geval dat we wat bekende mensen nog tegenkomen hierachter. Ik weet wel, Peter van de audience en Isabel. Isabel? Isabella. Isabella. Van The Voice. Van The Voice. Of Kids. Of Kids. Oké. Nou ja, ik ben niet zo in de tv kijken, dus mijn cameraman blijkbaar wel. Dus, nou ja, Isabella van The Voice of Kids. Dus ja, die gaan we ook interviewen of proberen. Ik weet nog steeds niet wie het is, maar het geeft. Nou ja, dat is in elk geval ons tentje. Splinter nieuw. Is vanaf de eerste keer opgezet. Ray, wil je hem even goed in beeld? Ons tentje uiteraard brandwerend doek, materiaal. En met ons mooie spandoekje. Dus we staan droog. We staan ook een beetje geschud van de zon. Die er helaas nog niet is. Maar die er straks uiteraard gaat komen. Want wij zijn hier. Dus dat komt ook zo. En ja, okay. Nu ben je weer. Ja, ik ben er weer. Oké. Nou, ik zou zeggen, we gaan even zitten, wachten. Dat het om 12 uur officieel gaat beginnen. En dan gaan we even kijken wat dit hier allemaal, wat allemaal te beleven valt. Oké. Ik zou zeggen, ja, een hele fijne middag voor iedereen. En ja, tot de volgende keer. Hè. Goed, dan gaan we nog één ding. DJ Lo, die staat hier gewoon de hele dag tot vanavond laat op het podium. En die doet alles tussen de optredens door. Hij weet dat nog niet, maar dat weet hij dus nu. Dan gaan we gewoon beginnen met de eerste band die we hier op het podium gaan verwelkomen. Je hebt 3 voor 12, dat is van de VPRO. Die organiseren hier in Zeeland de zogenaamde 3 voor 12 Spectra. Dat is in De Klomp in, waar zit dat eigenlijk? Heinkesand? Overzande, hè? Ja. De Klomp, je kent het wel van Klompop. Die hebben een wedstrijd met 6 Zeeuwse bands en daar is een winnaar uitgekomen. En één van de prijzen die de winnaar heeft is optreden op Klompop. Maar de andere prijs, en dat is natuurlijk de hoofdprijs, dat is optreden op het South Park Festival. Het is een band uit Goes, ze spelen death metal, het is goed in elkaar gezet en ik verwelkom ze. Hier zijn Hatred Defined!
net hoorden we eigenlijk de aftrappers van de South Park Festival 2014. Dat waren, nou, ik moet een speakbrief erbij pakken. Dat waren Hatred Defined. Hatred Defined. Dat was eigenlijk, wat was het? Hard rock? Trash metal? Iets? Het was in elk geval hard. Het was hard om naar te luisteren, maar het was wel best goed. En het was wel gaaf en vet. Het was echt een aftrapper. Nou, het is eindelijk gelukt. Hatred Defined, zeg je het goed? Hatred Defined? Hatred Defined. Hey, ik heb het geoefend. Hatred Defined. Ik heb ze naast me staan, achter me staan. Die jongens die net op het podium stonden. In de aftrap van het South Park Festival 2014 deden. Wat voor stijl muziek is het wat jullie eigenlijk gaan doen? Ja, wij spelen een beetje moderne death metal met lekkere dubbel bass, snoeiharde gitaren en keiharde grunts. Oké, en dat met in één woord gezegd? Death metal. Death metal, had ik toch gelijk? Kijk, voor de tweede keer, mooi. Nou, en hoe lang doen jullie het al? Anderhalf tot 2 jaar ongeveer. En zijn gewoon begonnen in de garage ergens in... In het oefenruimtetje bij de drummer thuis. Oké, dus jij bent frontman of... Je bent de frontman en zanger? Zangeres? Oké. En wie doet wat bij jullie? Ik ben gitaar. En ik ben bas. Ik speel ook gitaar. Ik speel triangel. En ik speel drums. Kijk, zijn we compleet. En ja, wat gingen we nog vragen? Ja, hebben jullie nog iets? Ja, we zijn natuurlijk een webcast voor jongeren en we willen een beetje jonge talenten scouten, ook vandaag hier. Ja, als er mensen zijn die iets kunnen, wat hebben jullie van tip? Wat kunnen ze het beste doen? Gewoon beginnen? Gewoon plezier hebben. Gewoon, dat is het belangrijkste, plezier erbij. Ja. En dat hebben jullie. Zo te horen hebben jullie het wel. Ja. Is het voor de eerste keer South Park Festival? Ja. Ja. Maar niet voor de laatste keer. Volgend jaar weer? Ik hoop het. Wil je daar mooie weer meebrengen? Beetje zon? Ja. Het was toch wel heel gaaf dat we voor de eerste keer in de regen hebben gespeeld. En de mensen bleven staan. Dus dat sowieso... Ja, dat zou ik ook zeggen als ik op het droge podium sta hoor. Daar heb ik ook geen moeite mee hebben. Ik zou zeggen, ik geef jullie de microfoon en jullie mogen freestylen of goochelen, jongleren. Wat jullie allemaal kunnen. Oké. Nummertje? Nee. Maar wij zijn Hatred Defined, death metal uit Zeeland. En ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van ons optreden op South Park. De eerstvolgende keer dat je ons weer kan zien, dat is 23 augustus op Kreekrock. Dat is aan de overkant. En 30 augustus in... wat was het? Polderpop. Ja, in Wolferzijk. Dus check onze Facebookpagina, dat is gewoon facebook.com/HatredDefined en dan vind je onze pagina vast wel. Of je doet even googlen en dan kom je er vast vanzelf wel. Dus HatredDefined. Good. Yeah! Nou kijk, dat kunnen ze goed hè. En dat was een goede reclame ook, dus binnenkort zijn ze weer live te zien. Ze krijgen uiteraard allemaal nog een flyertje van ons mee. Hebben ze afgeteld? Eet te veel. Ja, eet te veel hè. Pak maar wat flyertjes van ons. En dat vind je op de achterkant is informatie van Zeeland Sounds. Ja, dat is de stichting. En op de achterkant is het Zeeland Sounds. Het project. Wat we zijn begonnen. Dus oké, nou ik zou zeggen. Succes voor de volgende keer. En ga zo door jongens. Toppie. Oké. En even een beetje samen. Zo, even een beetje samen.